Auw. Ja. Je hebt common sense en je hebt consensus. Dus met andere woorden, je kunt beter common sense hebben dan consensus. Want consensus betekent dat er... God jongen, heb ik één keer even verkeer. Oh ja, consensus betekent met toestemming. Doe het dan maar. Consensus, gaan ze aan je kinderen leren. Omdat ze hebben bedacht, ergens daar bij de Europese Unie, dat kinderen recht hebben op seks. Dat is een mensenrecht, een nieuw mensenrecht. Kinderen hebben recht op seks. Consensus. Dan kun je het even leren, even uitleggen hoe dat zit. Dus als je meneer jou een ijsje geeft en je pakt dat ijsje aan, ja, dan heb je ja gezegd. Dat heet consensus. Dus, nou. En we hebben in Nederland een soort handboek voor pedofielen van hoe misbruik ik een kind en kom ik ermee weg. Consensus dus. Ja, en meneer Rutte zegt, ja, dat gaan we echt niet afschaffen in dit land. Moeten die ouders maar beter op hun kinderen letten. Dus, stond erbij en ze keken de... Nou, dat kan toch niet. Nou, dus consensus, ik vind één woord. En ze gaan nu je kinderen op school leren. En al die gestoorde dingen, die worden er helemaal happy van straks. Ze zeggen ja. Ze zei ja, meneer de rechter. En vanaf 12 jaar mogen de kinderen het zelf weten. Hé? Stroop je maar allemaal op. Of, laat maar zitten. Doe je rokje maar naar beneden. Oh! Laat maar zitten. In ieder geval, dus met andere woorden. Met andere woorden, mijn idee is het niet. En Poetin zegt, ja, daar gaan we ook niet aan meewerken. En in de Oekraïne zei de orthodoxe kerk, ja, dat kan toch niet. We kunnen toch niet die LGBT invoeren. Dat is toch helemaal voor die kinderen helemaal ongelukkig. Nou, toen zei Zelensky. Ja, zo heet hij, Zelensky. Oh nee, ik haal altijd Janukovic en Zelensky een beetje door elkaar. Zelensky zei toen, nou weet je wat we doen? Dan gaan we al die pastoren en orthodoxe priesters gaan we arresteren. Pakken we al hun geld af. Haha, leve de Europese Unie en de NATO. Weg met meneer de kinderbeschermers. Boe, boe. Of in ieder geval, makkelijker kunnen die maken, veel moeilijker.